foto's gemaakt, vanzelfsprekend door onze huisfotograaf. Yay! John Brussel. John is vandaag ook jarig. Yay! 30 jaar betekent ook 30 jaar. 30 jaar respect voor onze oprichter 30 jaar geleden. Onder andere Henny Wiggers, de belangrijkste man van deze club. Is helaas niet aanwezig, maar wel een applausje voor hem. En welk persoon is in ons servicegebied, en dat is nogal groot, opgevallen? Dus elk jaar hebben wij een verkiezingetje. Eerst een longlist, wordt een shortlist uiteindelijk. En die shortlist, daar staan er 9 op. Zijn er 9 op blijven staan, oftewel op 9 kandidaten is gestemd, gemotiveerd gestemd door u. En dan begin ik graag om te vertellen wie dat allemaal zijn. De vorige winnaars waren onder andere in 2012 Jochem Meijer, Arme van Buren in 2013, Harry Leveling in 2014, Robert Strijk 15. We zijn nu bij 16. En wie van de 9 kandidaten zijn het? Er zijn er 2 waar maar 1 stem op is gekomen, maar ik wil ze wel noemen. Omdat ze hebben me net even getekend, je zegt toch al wat ik heb geschreven. Want ze zijn natuurlijk allemaal heel erg geestig geweest. De eerste is, die heeft 1 stem, 1 stem is gekomen op een dame van 66 miljoen jaar voor Christus. En dat is dus Trix. En de motivatie was, ik citeer, benieuwd hoe die in het Scheldemaal past op 3 januari om het beeld in ontvangst te nemen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke geestig. Normaal, wegens privacy-redenen zullen we niet vertellen wie dat heeft gezegd. Dus we gaan het ook niet hebben over deze gepensioneerde loodgieter. Hij heeft ook veel tijd over, dat merk je wel. Nog een kandidaat waar 1 stem op is gekomen. 1 stem, maar de dame van 36 jaar na Juliana dan wel. Presentatrice en columniste van Oekraïnse Komaf, u weet wie het is. Nee, ze is iets jonger. 36 jaar na Juliana. Studeerde politicologie in Leiden, vandaar ook dat ze toch ergens Leidse roes heeft. Een persoon was zo gemotiveerd van ons, ik weet niet of het aanwezig is of heeft ze inmiddels gestopt. Die heeft 2 keer op haar gestemd. Die dacht, die klank is toch gek. Tja. Dus op mijn vraag van deze eigenaar van Luxe Meubelzaak, waarom die 2 keer stemde, zei hij maar even serieus. Ik hoop denk over die gewoon 2 stemmen, hè? 2 punten. Nou. Dat wordt hem dus niet, dus dan houden we er toch nog 7 over. 7 kandidaten waar veel stemmen op zijn gekomen. Heel apart is een journalist. Ja, Visser, het is heel apart. Met name omdat er daarna nog wat reacties zijn gekomen na zijn column in het Leidse Dagblad. En is gestemd door een flink aantal fanatieke Feyenoorders. Ik kan er zo zien staan, want we hoorden net onder dat ze weer gingen en zo. En ze hebben allemaal bitter sheets. En er was er 1 die zei van, ik wil mijn stem terugtrekken. Op mijn vraag waarom. Die zei van, nou ja, het heeft niks te maken met de reden waarvoor ik wel bestemde, maar zijn opmerking als Oeschestenaar, dat Leidenaar maar die IJsland moesten neerzetten, waar die de regiogenoten niet bij mee betalen, dat schoot me echt het verkeerde heel wat. Mind you. Wij zijn een serviceclub, we hebben het nooit over politiek. Dit moest ik even vertellen, ik lees eigenlijk alleen maar een citaat. Maar de gemotiveerde stemmers die zijn gebleven, voor Visser zijn allen kort en bondig. En veel tekst hebben ze allemaal niet, de Feyenoorders. Ik citeer, tussen aanhalingstekens, ik nomineer Jaap Visser, de schrijver van het boek Feyenoord de Grootste. En puntje, 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 verder uitleg is overbodig. Nou, van de Visser zou je meer verwachten, maar we zijn meer tekst gewend, maar hier is het bijgebleven. Neem niet weg dat er serieus veel kandidaten zijn geweest die op Jaap Visser hebben gestemd, dus applaus voor Jaap Visser. Iemand die op plaats 6 is geëindigd, die komt elk jaar voor en is, elk jaar gaat hij 1 plekje omhoog. Dus als ik het zo uitreken, is er voor 20 jaar aan de beurt. Maar het is Ruud Winneman. En op Ruud heeft met name de horecajongens gestemd. De motivatie is Ruud, overigens ook bij de vrijwillige brandweer. Die heeft verder geen hobby's. Ruud, een plaatselijke pakketbakker, een hele goede pakketbakker, ook stemmend verbouwd, die zei, ik blijf op Ruud stemmen totdat hij het is geworden. Zonder Ruud, eigenaar van onder andere Einstein, die zichzelf altijd wegschrijvert, geen leven in de brouwerij op de Nieuwe Rijn. Rijmt ook, maar hartstikke goed, applausje voor Ruud. Weer eentje, 36 jaar na Juliana, heeft mij laten weten, zit op dit moment in Italië, op vakantie. Hij heeft zeer recent op een clubavond een presentatie gehad. Het is Marijn Tinga. Artist, biologist, surfer, oftewel message on a bottle, zoals hij zichzelf noemt.
Hij heeft een recordpoging oversteek Scheveningen Lowesoft in september 16 gedaan met een boord gebouwd met zwerfflesjes. Na 8 uur 58 minuten zette de plastic soup surfer voet aan wal op Engelse bodem. Voorwaar, de prestatie wordt haar benamen om het om de beeldvorming, het beeld dat hij wil uitdragen, is dat van jongens, alsjeblieft, laten we die flesjes halen. In wisselen voortaan met statiegeld en dan zit er nog veel beter uit. En de laatste vier, dat is echt, echt spannend. Vier is een man die vorig jaar al genoemd werd. Is een jonge man, uit 79, althans voor de ouderen hier. En hij is politicoloog, voormalig beleidsadviseur bij Bouw Nederland. Hij is 12 jaar succesvol in de Leidse gemeenteraad geweest als raadslid, fractievoorzitter voor de VVD. En nu alweer 3 jaar wethouder bouw. Met mijn keuze wil ik het vertrouwen en lof uitspreken naar deze zeer professionele bouwwethouder, Laudy. Die tenminste doorpakt. Behalve mijn lief. Is een beetje vreemd als je een Wilfabriek als eigendom hebt, maar goed, hij wil toch niet opvallen. Het is eigenaar, projectontwikkelaar, op van de deel van de Wilfabriek. Hij kocht de Wilfabriek in de 90 jaren en hij wilde de fabriek behouden en opnieuw ontwikkelen. Het complex is nu een van de belangrijkste overblijfselen van het rijke industriële verleden van Leiden. Ruim een kwart eeuw is hij dus bezig met de Wilfabriek te transformeren van een leegstaande fabriek naar een bruisend stadsdeel. Ab van der Wiel, liefhebber van kunst en cultuur, doet veel voor het culturele leven in Noordwijk en Leiden. En daar kreeg hij ook voor zijn inzet een koninklijke onderscheiding. Motivatie van de BCL's, daar met jongens luisteren. Dit jaar stem ik op Ab van der Wiel, een geboren Leidenaar die met de Nulfabriek een duidelijke visie en een duidelijk beeld voor ogen heeft. Chapeau. Een ander, mijn stem gaat naar Ab van der Wiel. Niet omdat het ook een Noordwijker is. Maar juist omdat hij tegen alle stromingen in het plan de Wilfabriek is blijven geloven. En daarom ook nog eens een keer een icoon in de stad gaat realiseren wat de omgeving een enorme impuls zal geven. Al los een Noordwijkse makelaar die ik nog niet gezien heb. Ab zelf heeft zich afgemeld. Die heeft gezegd, ik zit op dit moment in Parijs. En je mag niet zeggen, of op pret geweest zijn, dat ik met een van de meest vooraanstaande architecten op tafel zit. Want er gaat echt wat gebeuren in Leiden. Nou, ik heb het gehoord, maar ik mocht het niet zeggen, dus ik zeg ook niet welke het is. Op 2, die dame komt nog vaker voor. Het is Melanie Schultz. Melanie is gevraagd. Ik heb een goede vervanger vandaag die de bloemen ontvangst neemt. Dat is de voorzitter van de VVD. Hij staat erop te lachen en niet zelf aan nemen natuurlijk. De motivatie van deze daadkrachtige. Even wacht, jongens. De minister van Verkeer en Waterstaat die in het centrum van Leiden blijven wonen. En volgend jaar afscheid neemt voor van dit kabinet. We hadden het ook best wel leuk gevonden als we haar een soort van afscheidscadeautje konden geven. Waren het niet er opeens een hele rare lobby kwam van links en van rechts. Dat er toch iemand anders is geweest, anders had ze het zeker geweest. Zij is overigens 46 jaar na de Beatles, zie ik. Op haar hebben heeft gestemd. Motivatie van een paar leden. Naast het vorige beleid waar je acties en resultaten duidelijk ziet, doet deze Leidse dame het heel soepel in het Haagse en in de media. Overigens ook een ex-Minervaan, een ongelukkig die dat heeft gezegd, dus dat zal er ook een beetje bij zitten. Ze heeft zaken voor elkaar gekregen afgelopen jaar die best grote impact hebben op ons stadje. Zoals de A4, zoals de Flessenhals, wat wordt er allemaal genoemd. Daar zit nu bezig natuurlijk met de app enzovoort, dat scheelt alweer een student per week op de motorkap. Enfin, een heel lijstje van onze IT'er. Die het zeer gemotiveerd insturen. Dankjewel, Tigo. Ik zou zeggen, zoenen en feestje. En dan nummer 1. Ja, je gelooft het niet. Het is een man die we al heel lang kennen. Hij heeft maar liefst ruim een derde van alle stemmen gehad. Je snapt er echt niks van. Hij heeft sinds mensenheugenis een weblog over zijn stadje. Toen wij nog in de Nokia 282 klaptelefoon hadden, was hij al elke dag bezig met nieuws te vergaren. Voor niks, mind you. Hij deed het allemaal voor niks. Hij zette het op de log en ik kreeg steeds meer fans.
En iedereen kent hem. En bescheiden is hij ook niet, want als je de tekst leest boven een weblog, staat er eigenlijk, als je het hier niet leest, is het niet gebeurd. Dus ja, hij wordt iedereen aangenomen natuurlijk. Motivatie 1, heel belangrijk. Echt bijzonder te zien hoe iemand belangeloos al vele jaren, eerst middels zijn eigen weblog en nu ook via het LD, Leiden breed in beeld en tekst brengt. Hij wordt door iedereen op handen gedragen, is altijd, hoe lastig het vaak ook is, bereid om een persoon op de foto in de picture te zetten, daardoor zich betrokken voelt bij het belang van wat dan ook in onze stad. Ik kan heel veel beschrijven, laat het duidelijk zijn, een echte, echt eerlijk mens, topper, hoofdletters is een nieuw. Maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Onze groothandeldirecteur Arno, ook dat mocht ik niet zeggen. Dat was ook zijn tweede motivatie. Derde motivatie. Hoewel hij volgens mij bij geen van ons al een introductie behoeft. Deze doerak van deze motivatie heeft overigens een lobby gestart. Die heeft alle afspraken in misbruikt om iedereen een mail te sturen. Dat doen we normaal niet. Dat laat het ook nooit meer gebeuren. Maar goed, neem niet weg dat er heel veel mensen gevoelig voor zijn geweest. Hij zegt, als er één leider is die door middel van zijn reportage, foto's, sportvereniging, culturele instelling, blijft in woord van Leiden op fantastische wijze in beeld brengt, en daarmee zowel Leiden als de losse organisatie enorme dienst bewijst, dan is het Emiel wel. Met een niet aflatende energie en enthousiasme is Emiel er vrijwel altijd bij om een gebeurtenis en of evenement in het zonnetje te zetten, of aan te bewegen en daarmee een podium te geven. Hij brengt keer op keer voor het voetlicht dat Leiden leeft, bruist. Hij begrijpt dat al deze evenementen vaak niet zonder sponsor kunnen en aandacht. En zorgt mij zijn foto's voor enorme publiciteit van zowel de evenementen als hun eventuele sponsoren. Voor iedereen dus een prima zaak. Emiel doet dit altijd op uiterst plezierige wijze, waarbij hij zichzelf als maar even kan het liefst op de achtergrond houdt. Hoog tijd volgens mij om deze bescheiden ambassadeur van Leiden zelf een keer in het zonnetje te zetten. Dat was een oude bankdirecteur. Heb ik er nog een? Mijn reden om naast de Telegraaf ook het LD te houden. Dat is serieus, hè? Geen gezeur en geen negatief nieuws door Emiel, maar positivisme over ons stadje. De regio is duur, dat doet hij. De laatste is, en dat vond ik eigenlijk wel geestig. Dat is ook wel een boodschap voor deze man die het heeft. Staat er ook achter? Misschien heeft hij het al verstopt. Hij zegt: mijn stem geef ik op hem. En zeker niet alleen omdat hij op een tomos van Huisman rijdt. Ik zou zeggen, Stefan, doe er wat aan, man, want dat kan echt niet meer. Dat moet elektrischer worden natuurlijk. Kom op. Jongens, al met al is dit natuurlijk een hele mooie steun voor het Leids Dagblad. Ik denk dat je morgen wel in de krant komt te staan. Die gaat zo open en die hebben op 20 mensen gerekend. Dus ik zou zeggen, maak voor. Speech! Ik vergeet helemaal weer wat te zeggen. Ik ben een beetje vergeten aan te worden, want ik was ook het beeldje vergeten. Dat heb ik net al moeten halen. Ja, nou heet het. Ik ben natuurlijk enorm vereerd.
Want ja, als echte Leidenaar vind ik dit dus echt een van de grootste complimenten die je kan krijgen. Alleen, ik kan dat compliment natuurlijk alleen maar krijgen door jullie allemaal. Ja, als jullie niet zulke leuke dingen doen in Leiden, is er gewoon niet over te schrijven. Maar het is gewoon zo belangrijk. We hebben zo'n leuk startje dat we dat gewoon uitdragen. En dat is mijn reden waarom ik met veel plezier gewoon elke dag weer op pad ga. Ik zou zeggen, jullie bedankt en we gaan lekker zo door met Leiden, ja? Gezondheid.